We zijn te gast bij Bekersberries. Ik sta hier met Koen. Koen, bedankt dat we mogen filmen hier. Ja, hartelijk welkom. Erg leuk om te zien hoe aardbeien groeien natuurlijk. Wat doen jullie en waar kom je vandaan? En, nou, we zijn hier nu in het pittoreske Maden in West-Brabant. Hier telen wij op 6 hectare telen wij hier aardbeien. Daarnaast telen we op 2 hectare ook bramen. Ja. Nou, jullie hebben jaar rond de zwarte doosjes. Ik denk wel heel bekend in ons assortiment. Welke rassen doe je daar allemaal in? Beginnend het aardbeienseizoen bij de lambadas natuurlijk. Ja, bekend bij... De lekkerste aardbeien. Precies, ja. Ja, het is echt super qua smaak als je daar suiker bij doet. Dan merk je het maar waar. Maar ja, heel kwetsbaar aardbeien, dus echt voor de specialist. Ja. Tot juni, langer gaat vaak niet. Hè? Wordt het, ze kunnen niet tegen warmte, dus dan gaat het niet meer. Nee, dus ongeveer halverwege juni stoppen daarmee. En ja, gaandeweg begint ook bij ons de productie van El Santa. Wel bekend natuurlijk. De Viva's hebben wij daarna sinds 2 jaar ernaast lopen. Nieuwe ras? Ja, ja. Hangt die toevallig hier? Ja, dit is hem. Oké, okay. Zullen we die gelijk eens gaan proeven? Ja, ik wil eentje voor je plukken. Hele goede bite en goede smaak staat hier onbekend. Dus, En nog super lekker ook. Dus ja, daar gaat het ook om, hè? Ja, kijk, daar zijn we trots op. Ja, dat is inderdaad een mooie harde bite. Ja. En daarnaast hebben we ook nog gedurende de wintermaanden sonata's hier. Dus in de zomermaanden komen ze ook niet alleen uit de kast, maar komen ze ook buiten vandaan? Ja, klopt. We hebben hier in de omgeving in Brabant hebben wij ook telers die in de volle grond produceren. Of op stellingen of tunnels. Ja. Dus wij hebben altijd in juni, juli en augustus hebben we ook de El Santa's van buiten in het assortiment staan. Die zitten dan niet in de zwarte doosjes. Alleen ook die zijn te bestellen in ons assortiment. Jullie doen ook specialties? Ja, klopt. Wij hebben een assortiment aan specialties van de ananasaardbei, framboosaardbei, de bubbleberry, pinkberry en yellowberry. Lijkt me leuk om die over een paar maanden ook nog eens uit te lichten. In de zomer, echt in de warme zomermaanden, zijn die er niet allemaal, hè, al die soorten. Dus dan pakken we die in september en komen we nog een keer terug. En wat doen jullie aan de MVO? Wij maken gebruik van natuurlijke bestrijdingsmiddelen. Dus een natuurlijke vijanden van de insecten die de planten schaden. Net zoals hier aan de plant hangt? Ja. Van die zakjes? Ja, precies. Ja. En daarnaast gebruiken wij restwarmte van de Amercentrale hier een stukje verderop. Om de kast te verwarmen. Ja. En bestuiven gebeurt met bijen of gebruik je ook een andere beestje ervoor? Bijen en hommels. Ja, want normaal gesproken bevind je in het zonnige zuiden. Maar met dit soort donkere weer dan vliegen hommels wel om te bestuiven en bijen niet. Ja, dat is noodzakelijk dan, hè? Ja, precies. We hebben ze nodig. Ja, nou, hartstikke leuk. Bedankt voor de uitleg. En ik zou zeggen, aardbei op de kaart. Zeker in de zomer. Hoor je te gebruiken. Abonneer of volg Van Gelder via social media en mis geen enkele video.